Staat hij aan? Ja, Anders kan hij niet staan. Hallo, ik ben Art. En ik ben Fjodor. En wij zijn kwaad. Hoe, we zijn woest? Wij zijn onmenig woest op onze ouders. En waarom zijn wij woest op onze ouders, Art? Omdat wij van onze ouders niet op paardrijles mogen. Dat vinden ze veel te gevaarlijk. Ze verpesten gewoon ons hele leven. En waarom willen wij eigenlijk zo onmenig graag op paardrijles, Art? Omdat wij heel graag mee willen doen aan eventing. Een wedstrijd waarmee je met je paard over heggen, hindernissen en sloten springt. Ja, maar omdat onze moeder tijdens haar eerste paardrijles van haar paard gevallen is en meteen de arm gebroken heeft, kun je wel zeggen dat paardrijles bij ons thuis onmenig onbespreekbaar is. Maar wij gaan bewijzen dat het een hele veilige sport is. Ja, als eerste moeten we een parcoursje maken. Het parcours dat bestaat uit hindernissen. Heggen en sloten. Nee, niet zulke sloten. Sloten die je tussen de weilanden ziet en zo. O ja, maar hoe maken we die? Ik weet het. Met water en tuinaarde maken wij een lekkere, modderige sloot. Roeren, roeren, modder. Tada! Het parcours is klaar. Ja. Maar we mogen nog steeds niet op een paard. Nou, dan gaan we toch gewoon op een koe. Als we de koe bij de horens vatten, kunnen we er ook niet vanaf vallen. We gaan eventen op een koe. Ja! Yeah! Klaar voor de start? Hey. Daar ga je! Hier, hier! Oh. Pas op een heg! Oh. Ah. Pas op een sloot! Oh. Ah. Pas op een hindernis! Bam. Oef, eventing op een koe is ook onmenig lastig. Ook daar val je zo vanaf. Wacht, ik heb wel eens gelezen over een bepaald dier. Een fabeldier, de centaur. Die is half mens, half paard. Die kan natuurlijk nooit van zichzelf afvallen. Klaar voor de start? Ja. Oké, af! Oh ja, een heg! Ik ben het band. Wat is hier nou weer gebeurd? We wilden eventing op een centaur. Een centaur? Half mens, half paard. Ik zal jullie eens even lekker halveren. Stel het je rot, jongens. Oh, eventing, onmenig gevaarlijk. Zet uit. Zet uit. Zet uit.